Sinterklaas is fort, Kries bij Marien en ik heb een gelukje. Je zit ook nog een mooi condoompje in, omhinnen. En dan ruigelt u niet. Zo, jongens, we beginnen. Ja, nou, Kries Bim en hoe nou is het niet? Goeie, het is tijd voor Neet op Vrijf. En het is een directe tijd voor, want de Kries Bim moet weer op duur gebeuren. En uw eigen held Rinus, ja, die kan de roem uitpraten. Hey, hallo, heb jij mijn piek gezien? Kun je me vertellen waar mijn piekje ligt misschien? Hey, oh jee, heb jij mijn piek gehad? Ja, voor Rinus de keer dit verwacht je natuurlijk, he, dat hij zijn piek ontzieken is. Maar uw oren-exportproduct, Duitse Kroes, die had ik bezocht. Vooral de man een warm Kriesgevoel te Jan. Zie maar even. Ja, de bin, ik zat die hongel even vijf. De bin, wat oerinkomsten. Wat binnen oerinkomsten dus niet waar? Ik ken beide net jongen, nou dat toch te kijk. Mooi. We beginnen met de gasten. Een van de gasten is Joeker van der Meer. Zij schreef het boekje Mijn vrouw is uitgenaaid. En ja, dat is een gigantische hut. En ik het vervolg gaat als het sleet jaagt. Architect Rijn Hofstra is veldje in de culturele haatsted. En hij gaat in debat met vaststander en popfanaat Gerrit van Klaveren. En uw eigen Joeke is bij een hele speciale bijeenkomst in Jobbegeer. En die speciale bijeenkomst hier in Jobbegeer die is om de bekendste inwenner van Jobbegeer. En dat is vanzelfs Gert-Jan Verbeek, trainer van AZ en Jere Verboen, ons sportclub Jereveen. Ja, en hij verleert nog van Jereveen dat AZ met de Grutte Sivers van 5-1. Ja, wat is hier zitten gebeuren? Ja, er valt dus wat nice te vertellen. Er is een grutte opkomst. Wat dat is, dat jij dadelijk. Ja, jongens, skok het nice deze week. Ik schrok er een beetje van. Vriezen binnen, vriezen te dik. En daar doggen wij in Neten Vreemd Joen wat om. Het is de bedoeling dat het publiek ook een beetje mooi doet. Hé jongens, kom op. Je kan ik wel even wat bewegen. Zelfde hoen die doet mij. Zorg ik hier een paar mensen die er nog wel wat kilo's aan kunnen. Ja, valt wel mooi. Ja, valt wel mooi. Nee, dat valt eigenlijk wel wat mooi, hè? Het gaat toch best wel goed mooi, Friesland. Nou, jullie, ik denk dat het wel eerst even genoeg is. Kom er maar even bij. Dit is goed ding trouwens. Oh, ik hoef helemaal net een microfoon bij die te houden. Dat moet aansnijden bij de vrouw. Hé, hey, dan zou het de GGD op een gegeven moment de Vriezen, die ben vierst te dik. Ja. Ik schrik ervan. Ja. Schrik jou direct van als afslankconsulent? Nee, ik zie inderdaad wel omheen dat steeds meer mensen zwaarder worden. Wij leven uiteraard in een welvaartsland. Hebben twee auto's en zitten steeds meer voor de televisie. Houden ook niet zo van een sportschool, dus nee. Nee, maar leuk jou het, hè, dat het wier is. Want ik zeg om je heen en ik zeg ik in het publiek, ik denk dat valt wel wat mooi. Ja, als je het hebt over een BMI van boven de 25, kijk. Wat is een BMI? Dat is je lengte, maal lengte gedeeld door body mass index of zo. Juist, ja. Body mass index. Okay. En wat is jouw body mass index? Ik weet het net, ik ben 1,92 kilo's of 94. Okay, ben ik dan te zwaar? Volgens de BMI ben je dan ietsje te zwaar. Nee, maar een file heb ik. Het liep net zwaar. Film maar even, zit er ja. Volle gat op? Nee, je hebt ik ben keihard om trainen. Je hebt een heel strak buikje. Ja. Ja. Hey, zelf ik flink onthoud van West. Ja. Vertel eens. Ik ben 40 kilo afgevallen. Ik heb momenteel nog een BMI van rond de 26, 27. Maar dat jouwt me niks. Ik geloof dat je gerust ietsje zwaarder mag zijn. Als je het maar zo kunt houden. En niet gaat jojoen. Ik zeg daar een paar vrouwen in. Ik zal even naar je taak. Lian Hoving? Ja. Nou, de meesten jaren die zullen achterhoofd vallen als ze jaren hoe zwaar de stoof hier is. Ja. Vertel eens. 137,2 kilo. En dat wie je? Wanneer? Volgens mij 4 jaar geleden. Ja. En nou bist? Ik ben op dit moment 75. Okay. Ik wil even naar de foto's zien wat die hebben van die als, hoe wie het? Hoeveel? 137,2. Ja, oh hier.
Maar het hinder? Ja. En nou? Want ja, dat is toch nice. Ja. We hebben een hele mooie foto, of een mooie foto van hoe het dan nou best. Ja. Ik wil ook wel even zien. Ja, jongen, ja. Jongen, ja, dat is dit een baby. Want hoe snow business nog hetzelfde als op die foto? Ja, ik heb alleen wel wat meer getraind, want dat moet natuurlijk ook als je veel afvalt. Maar voor de rest is het nog hetzelfde. Ja, want ik heb obese, joh, die serie. Moest me eerst al die felle bellen eraf snijden litten, want dat bloot dan hing. Ja. Hoe is het bij jou? Is het wel raar straks? Dat zit er ook natuurlijk. Maar ja, goed, ik ben nog denk ik vrij jong, dus het kan nog hard trainen. Ja. Hoe kwam het bij jou eigenlijk? Want... toen ik 12 was, toen ben ik wat emotioneel gaan eten. Ouders gingen scheiden, een beetje het bekende verhaal. En toen ben ik gewoon heel erg gaan eten in plaats van dat ik mijn emoties ging uiten. Nou ja, dan groei je groter en groter. En toen zou je op een gegeven moment 21 van, hey? Nou, dat was ik meer zelf. Ik lag op een gegeven moment in bed en toen voelde ik een heel erg druk op mijn borst. En ik kon niet echt goed meer opstaan. Ik dacht, nou, dit is niet goed. Ik ben 24, dit kan niet. En toen dacht ik, nou, ik moet er maar wat aan gaan doen. Nou, toen kwam ik bij Julia terug. Ja, Julia, die had die afbeeld. Ja. Nou, dat maakt wel 60 kilo, goede genade. Nou, nog zo'n topper, nou is hij. Even zien, Romy. Vietmeijer, ja, klopt. Hoe voelde de raar? Bijna 40 kilo, mooi 40 kilo. Ja. Ja. Want hoe zwier ben je nou? Ik ben nou krijg onder de 90 kilo van de week. Ja. Ik ben er altijd nog een beetje boom. Dus, okay. Ik vind het leuk, ik wil die foto's even zien. Zullen we even zien hoe dat zit? De foto's van die met er nou omkomen als het goed is. Ja. Oeh, ik nog mooi een taart erbij. Ah, lekker, hè? Hoeveel van die taarten gongen erin in een week? Ah, dit wie op. Jeetje, hè? Dat is heel flauw. Oké, even de mooie foto's, want dit hebben we wel zien. Dit is Verlinde Tiert. Ja, dit is het best. Oh, mooi een Harley voor de buik. Ja, dat is wat hoor, als een taart. Ja, wel sexy, hè, trouwens. Daar zijn maar de décolleté erbij. En wat hebben we nog meer? Nog een orenfoto. Wow, dat is op mijn kop. Nou, mooi slagen. Ja. Hey. Nou, succes. Ik vind het prachtig dat je hem dat zou dienen. Want het is toch wel heel knap, denk ik. Wat doen je nou steeds voor het zijn ouders ek die ben, die het dik binnen? Nou, dat ze er wel om tikken, want het sloopt erin. Het gaat bitje bij bitje, maar op een gegeven moment best wel echt extreem. Nou, bedankt je Marjaas. Nog even wat huppen en dan. Julia, we gaan op tafel. We beginnen. Ja. Ja, ik zeg je trouwens op tafel. Ik alleen nog maar, mensen vrij normaal, hè? Proportie of net? Ja, 72. Weer verklaven? Net een vol liter? Nee. Hoe doe je dat, Hofstra? Nou, rennen, fietsen, reetrijden, dat soort dingen. Ja. Gewoon bewegen en net een vol liter? Volgens mij normaal bewegen. En als je een beetje sportief online bent, wat meer. En dan heb je een kans op dit groeien. Ik geloof wel 60 kilo draad. Dat ben een bepaalde geval gewoon een vrouw die je mooi op haar erg hebben. Ja. Nou, heel knap van ze. Het volgende onderwerp, ik krijg al onkondigen, even over Friesisme. Het komt, hoe komt alle Friesen van? Dus dan steen je in het Hollands te praten en dan komt er een zin uit waarvan je denkt van, is dit wel goed Nederlands? Of zei je van, nou, ik heb schoon mijn nocht of nog slimmer, ik ben er glad klaar mee. Ik denk wel eens een keer zo op mijn interview leuk. Maar gelukkig ben ik net de enige die dat opkomt. En dat is echt te zien onder het grote succes van het boekje Mijn vrouw is uitgenaaid. Die van binnen al 15.000 verkocht. En ik de opvolger, Mijn tweede vrouw is ook uitgenaaid. Binnen 4.000 stiks verkocht. Nou, bekend onder het luidje. Ik praat erom met Djoeke van der Meer, van de AFOEK. Ja, daar sammelt al die hele mooie uitspraken. En ik wil om te beginnen, om er lekker in te komen, even met truien beginnen. Zullen we er even naar? Dan kunnen we die op die scherm zien. Noem maar hier. Welke is deze? Ja, mijn moeder laat haar reet opknappen. Dat is echt letterlijk zo'n? Zei ze niet snel? Ja, nou ja, het is misschien, deze zin is wel wat verder zacht natuurlijk, maar broeken soms het woord reet inderdaad. Ja, het reet. De tweede? De kinderen zijn bedorven, de ben binnen bedongen, ze zijn verwend. En de tredde? Vind ik ook wel leuk om die even te zien. Ja, het heeft geen doel. Het gaat geen doel, het heeft geen nut. Maar dit zijn letterlijk zaken die bij mij binnenkomen. Ja, ja. Hoe gaat dat dan? Vertel eens. Zoals ik zo zei, ik denk dat een heel soort Friesen wel Friesisme broeken. Ze had misschien net al in de gaten. En je hoort eigenlijk alleen maar te lusteren. Dan genees ik er even en onthaal ik het en dan schrok ik het op. Ja, want je kent dit, want die twee boekjes, ik dan sister in en dan laak het echt elke in. De kist die zelf heel erg uitgenees, hè? Ja. Is het nou echt wat Friesen leuk vinden? Ja, het is natuurlijk een beetje zelfspot en Friesen vinden het denk ik leuk omdat het heel herkenbaar is.
Het is, ja, we gaan natuurlijk eens eigen Friese taal en Friese onderkoor, die begrijpen die Friesesme natuurlijk ook. En vaak ga je het misschien net eens in de gaten, totdat je boeten Friesland komt. Ja, en dan begrijpen de mensen in één keer net meer dat je de Friesesme broeken. Nee. Like als, laatst zien we een vrouw in de winkel die vertelde dat ze, nou, ik zeg maar even in Utrecht ontwinkeling weer. En die vregen naar meelkoekjes, ja. Nee, dat begrepen ze daar, ja. Dat begrepen ze daar natuurlijk. Hey, joh, dat wilde ze Hofstra, dat je ergens komt en denkt, wat zeg je kijken? Ja, ja, ja. De omgekeerde trouwens ik wel, van die Hollandismen die het in het Fries. Ja, zoals? Nou, ik hier in Nietens een man wat verdiend hier, en in Leo. En die ging naar huis en zei, ik ging waai. Ja? Nou, mijn vrouw en ik zei ook al, we hebben duidelijk maken dat hij zei dat hij deed. Dat hij ja. Hij bedoelde dat hij voortging. Ja. En daarna zei, kwam hij weer om en zei ik, toen heb je op fiets. Ja. Ik heb een fietspomp, hè, want ik moet wat loft in mijn baan hebben. Ja? Dus de oude kind ook nog een nieuwe variant van mij. We hebben duidelijk maken dat er lucht in de baan. Maar ben je dan niks zo'n man die dat dan even noteert en denkt van dit is een mooie? Nou, dit onthaast. Hé, Joek, verklaar. Nou, wat ik heel aardig vind, dat is het Fries, het man en het rader. Als je het letterlijk vertaalt, dan is het moet niet rader. Ja. Maar het kan niet gekker, of het moet niet gekker. En, maar ik bedien me doorgaans van het Nederlands, dus ik kom ze niet zo vaak tegen. Nee, maar je bent wel een man die het natuurlijk speeches hard, maar je improviseren, want rekent wel eens wat kwiet. Zie je er dan wel eens nooit? Ik heb deze, het Mat het Raden, heb ik al eens een keer in een speech gebruikt. Maar dan werd inderdaad omgelachen. Ja? Ja. En Julia, van Purmerend naar de Harkema, nou, ja, pff, wat ze ergens een plak hebben, werd ze... Dat is heel hoor. Zei ze, bekijk het maar, ja, met het Nederlands. Begint het wel eens mis? Nou ja, als je dan uitspraken hoort zoals van piskien, dat zou je nooit in het Nederlands zezen. Ja. Dat soort uitspraken of biatchen, spelen, ja, dat is heel, heel vreemd. Ja. Ja. Zullen we nog even nog een piertwan, vind ik zo leuk. Ja. Het boekje zit vol, maar noem een fjouwer. Zullen we even naar de fjouwer? Ja, nou dat is iets wat ik zelf vroeger nog wel eens verkeerd zei, daar kan ik niet over. Ja. Het is natuurlijk, daar kan ik niet tegen. Ja, dat ging het over. Ja, het publiek ook wel mee. Ik zei, ja, daar kan ik niet over. Nou, nummer 4, wil ik ook nog wel even zien. Dit is mijn favoriet trouwens, want dit heb ik als jonkje zijn. Ja, te lange boksen. De broek heeft te lange boksen. Te lange boksen. Ja, te lange broekspijpen. Ja. Ik heb wat, dat, nou ja, als je dan zou inlezen, dan begin je steeds nog een meisje te vregen van, wat heb ik die? Ik ben een bij mijn hart en memwest en die hing dit in de kast in. Ja. Bokwetters, ja. Bloemlezen in Bokwet van Rink van der Velde. En daar, ja, daar squasht hij de boezem ook bij u. Ja. En dan scheur je de zakken mee uit. Ja, is dit, heb je dit wel lezen hier? Ja, dit is, nou dit net. Maar, wel, maar die columns? Ja, die columns. Columns. Ja, die vind ik fantastisch. Ja. Trouwens, ik ben hier van de middag bij de Fixit in Grauwe. Toen had ik net zo boeten gewoon, maar toch ik een mars een letter kreeg even op. Die waren in het Hollands taarspretsen. En het weer blijkbaar een Fries en hij weer kreeg op Holland met werk. En ze vroeg, hoe gaat het ermee? Hij zei, netwerken is beter dan werken. Nee, ja. Dus, ja, ja. Hij bedoelde het, nou ja, je snapt het. Ja, dus, ja, het was een woordspel. Ja. Dus hij heette op in zo'n netwerken en dat bedoelde het. Nee. Maar goed. Maar het is dus van alle tien, want toen weer het leuk. En bedij, want de AVOEK heet dit u, John. Voelen ze dat wel? Vond het wel een goed idee? Want het is toch wel de gek met Fries. Ja, nou, er is eerst wel even een twijfel, altijd net wat flauwie. En vanzelfs is het boeken tussen er al west. Ik ben om het boeken van verschijnen, maar ja, dat winnen je in het 70 en 80 leuk. En maar ja, uiteindelijk gaan we toch dienen. Eerst een eerste oplage. En nou ja, toen bleek het een groot succes te wezen. En nu ben we, joh, het komt de zandprinting al uit. Dus, en van de deel 2, die is vorige maand verschijnt. En komt ik altijd wel de druk van uit, joh. Dus, ja, is dat net wat zoer dat een AVOEK juist 20.000 boekjes verkeept, wil die horen wat op plank, nou, niet wel net zafvolle verkeept? Nee, maar dat is denk ik het mooie van AVOEK, die jouwt van alles uit, van ja, romans, wat dregere kwaliteit en gewoon zo'n losse, luchtig boekje. Ja, ja dat is alleen maar leuk. Maar dus dat Friesk wol. Om een kojaan willen altijd gekkigheden binnen? Ja. Of mag je dat gewoon echt maar blijven wezen? Dat ja, natuurlijk mag je dat blijven wezen. En het is gewoon een leuke cadeautje en van een hele grote doelgroep. Ik. Het is jouw 84, het is leuk om als bedankje te Jan. En ja, van jong tot oud vindt het leuk. En zelfs in Boetenlongen wil het ik kocht. Dus ja, dat is het twaardeel denk ik van het boekje. Ja. Ik wil nog even twaardel van. Okay. Dit vind ik mooi, die noem ik size. Ja, ik laat de plasjes altijd liggen. Je moest even goed uitlezen. Toen ik hem zeg, dacht ik. Ja, wat even nog nooit dacht worden. Broodkapjes. Ik laat de broodkapjes altijd liggen. De meisjes en de plasjes, ja, die hoegen die net. En is dit letterlijk zo in die kist? Ja,
Ja, dat mijn meisjes die zeiden van, ja, ik hoef de plasjes niet. En, ja, dat is het leuke van frisisme. Soms dan budget het niks in het Nederlands en soms dan het een hele andere budgetting. En dat maakt het boekje, denk ik, zo leuk. Ja. Want Geert Gratema maakt er prachtige tekeningen bij en dat is gewoon hilarisch. Ja, die tekeningen vind ik heel mooi. Ja. En noem eens zo'n, we doen nog in je dissen. Superman. Ja, dat vind ik zelf ook een hele mooie. En valt hier nog wat te redden. Deze heb ik trouwens zelf, Jettine Stert, doe ik een omskoft hier. Zo man, dat van in die van valt hier nog wat te redden. Nou, dit boekje, het tweede boekje is klaar, het derde boekje komt er nog aan? Of waar is om? Misschien. Ik krijg een soort tastje het altijd via de mail en ik via de frisisme Twitter. Maar altijd een heel soort tastje het. Ja, als ik nog inspiratie heb, dan komt er misschien een deel draaien, maar waar weet. Nou, misschien krijg je zin of het inspiratiebuus. Ja. We zeggen niet krijg al dat Djoeke in Jobbegeer is en dat er wat te redden is, maar Geert-Jan Verbeek. En zij maakt hem nou aan zijn interview. En ik weet niet of je hem weet hoe Geert-Jan Verbeek in een interview is. Ik hoop dat ze er goed van aankomt, want hij is net zo aardig. Hey Djoeke, wat gebeurt er eigenlijk, wil ik wel weten, in die opgeer? Wat is er zo speciaal? Nou, het spannende moment zit nou eigenlijk op het punt van begin. Want hier onder dit doek, daar zit een beeld, een borstbeeld van Geert-Jan Verbeek. En hij is hier zelf in dit multifunctionele centrum, binnen in de bibliotheek en documentatiecentrum, zal hij dat ontbleertje. Gert-Jan, ben je de kleer voor? Nee, ik hoop. Doof al, ja. Is vies het spannend trouwens? Nou, ik ben wel benieuwd wat eronder zit, want ik heb wel een muiwerkje, maar het is hier al een tijdje geleden dat ik het Shen heb. En dat weet je al in klein nog. Dus ik ben wel benieuwd hoe het nou in brons en in het echt is. Nou, zo zei ze, maak ons los en look het trouw. Maak ons los. Ja, de eerste plaats is Burmakka, de stierste knikken. Wat betekent dat, dat knik? Nou ja, nou het in brons is de trekking die is het, ik ben dat duidelijker. Hè, voor mij is het wel geslaagd, ik vind het een mooi beeld, ik ben er trots op. Ja, maar hij is net heel goed pensioen, maar zij heeft een beetje van voren. Ja. Ja, dan zet maar ik draaien. Ja, ik krijg echt een stieke kop, hè? Ja, dat zei iedereen al, maar ja, ik ben er hartstikke blij mee. Oké, de kunstenares die zit je bij, Natasja Benning, kom maar even bij staan. Ja, goed model, gaat Jan voorbij? Ja, mooi model. Hele duidelijke jukbeen, duidelijke kaken, een mooie nek, dus ik vond het een prachtig model. Voor de verhoring trouwens zit die hier der Wilder als in het echte. Heeft het goed kant? Nee, de wind, hè. Het is stormkracht 9 in Alkmaar. Dus ja, nee, de ene keer is het zo en de andere keer zit het weer wat anders. Het is bij mij nooit helemaal precies gelijk, maar het is altijd wat wild. Hoe die was zo lang stilzitten eigenlijk? Ja, prima. Heel geconcentreerd. De Saris krijgt van, ja, we hebben mijn zin verleven, Jereveen, maar vier met horen ze kwamen hier niet. Nog een aardige opkomst, hè? Ja, ik ben heel blij met de opkomst en ik denk ik moet maar lief zijn voor de Vriezen. Er staat er ook componijs in mijn huis, hè? En de meeste mensen ben je toch aanhanger van het Veen. Dus nee, dat weer een lullig verleden weekend. Maar, Ja, maar daar ben ik nog heel kwaad wat oors, want dat is de bekendste inwenner van Jobbegeer. Bloost in Jobbegeer, zelfs een tweede huis in Jobbegeer, Jerk. Op de grens, hier heb ik een Gerdiek, ja dat klopt. Ja, dus dit is wel mijn vaste plek. Dus hij is nou een naaiproject om wat op te knappen? Om te ontspannen, dat is ook belangrijk in die hectische wereld waarin ik verblijf. Maar nee, dit is wel mijn stek en er zit ik in Penijs in mijn huis. En ik voel me hier verbonden en ik voel me hier op de plak. Dus dat bloed ook zij. Dus, ja. Wat dat betreft is het een goede plek voor. Ik zeg een heel soort van die werk hebben, al je bijnaam, hè? Wat wie zien bijnamen? Ja, de hesterie. Nee, dat heb ik nog net. Dat hesterie, nee. Dat moest toch even doen uitdenken. Nou, heb jij zelf ook geschikte bijnamen? Nou, ik heb door verschillende mensen al wel eens wat benijden. Hè. De voorzitter van Heerenveen noemde mij altijd de Buff. De Buff? De Buff. Op school werd ik vaak de Beuk genoemd. En ze noemen me hier ook wel eens de tovenaar van Jubbega. Dus ja. De tovenaar van Jubbega, vind je die leuk? Dat is mooi, ja. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, gaan er nog even naar staan voor het plaatje, voor u nog even. En ja, dit weer dus het laatste huis van het Jubbegeer. Ja, dit is het wel wat minder worden dan die daar. Ja, ik vind toch dat die man vrolijk weer. Ik zei, het is wat een onaardig man. Ik heb hem lezen voor het rinsjoen, maar voelt hem mooi. Ik maak hem graag. Ik ben bewonderaar van Gert-Jan Verbeek. En ik vind hem, ja, het opinies. En hij kreeg toen ik dat jongen dat interview vraag stelt, dat hij niks meer cool beter zou zijn. Hij moest een opinie ontkrachten. Hier ja. Nog dan. Nee. Hij zou Jood beter weten dan de groeten. Ja, en nou. Hij had ik een prachtige kop trouwens om te beeld houden, ja. Volgens mij. Ik heb er wel respect voor. Ja. Hey, nou.
beide heren op tafel om te praten over de culturele Haardstedt. Gerard van Klaveren, voorzitter West van het Fries Festival. En je doet een soort voor de cultuur ook, in Friesland, hè, popcultuur vooral. En Rijn Hofstra, ja, als architect ook belutsen bij Friesland. Simmertatoezen, vooral de Bregen, Slachterbregen. Ja, jullie zitten beide op een oorspoor. Joost zei ze, het maakt trok in, goed initiatief. En Joost zei ze, nee, het is net een goed initiatief. En dan vraag ik jou, had je Friesland in 2018 het centrum uitje kennen van de cultuur in Europa, waarom zou je dat zien wezen maat als Fries? Nou, laat ik één ding heel duidelijk stellen. Ik ben voor creativiteit en voor cultuurprojecten. En nog meer wanneer dat koppelen we met mijn landschap. Dat is zo, Simmertatoezen de verwijzing. Maar ik heb grote twijfels bij dat culturele Haardstedt idee. En ik heb nog volle grotere twijfels bij de procedure. Ja, maar zet dat nou eens een politieke kwartel? Traject en al dat soort dingen. Want er zijn mensen thuis die begrepen er helemaal net een fluit meer van. Het steert een wijze die ik zei van nou, we zetten het even stil. Ja. Maar waarom moeten wij ervoor wezen of moeten we de gym wezen? Steeds jou waarom net? Nou, ik zou ervoor wezen. Er ben al een heleboel grote fouten maken. In 2010 is de gedeputeerde de Fries begonnen met de provincie als culturele haardstedt te projecteren voor Europa. Toen was al duidelijk, de koers al lezen in de reglementen, dat dat net kan. Je moet maar een stad komen. Nou, 3 of 4 die letter wordt dat corrigeerd. En dan moet Leeuwarden het opeens doen. En Leeuwarden zit er net op te wachten. Leeuwarden heeft bij wijze van spreken de cultuur krijgt afgeschaft. In ieder geval Parnas en nog een aantal dingen. En krijgt nog, ik lees juist in de krant, dat het cultureel festival van 2013, met een festival gaat net terug. Ik zou denken dat dat soort dingen dus juist wel gebeuren. Maar nou de kern van waarom net op in 2018 een ierlang feest? Waarom net? Altijd. Alleen lid dan ik over dat feest hebben. En net over kwartiermakers en projectleiders en politieke gehissebis. Er is nogal meer dan een paar miljoen zitten gewoon in dat soort omballingen. Nou, verklaren? Ja, even voor alle duidelijkheid. Ik ben geen voorzitter van wat dan ook. Ook niet van het Fries Festival. Dat was eenmalig 2008. Daarna is de stichting geliquideerd. Dus ik heb een vrije rol, om het zo maar te zeggen. Maar jouw bent wel van de cultuur in Friesland. Jouw zei, ik heb je naam zelf onder een petitie zet van dit maar te komen. Ik vind één, het is zeer te respecteren dat de gedeputeerde mevrouw de Vries de ambitie heeft om cultureel Friesland een boost te geven. Beter op de kaart te krijgen. Ze wil ongeveer 2,5 miljoen vrijmaken en ik vind dat deze gedeputeerde medestanders verdient. Dat is één. Twee, dan moet je kijken de weg daarnaartoe. Daar valt natuurlijk best wat op af te dingen. Rijn heeft een paar punten genoemd. Ik heb ook al een paar punten van kritiek. Ik denk van ja, de route daar naartoe, dat is erg onduidelijk voor iedereen. Maar ga vooral qua beeldvorming, dat mensen natuurlijk net begrepen wat die 2018 is. De vraag is, wat houdt nou culturele hoofdstad in? Is dat een festival? Wat heel veel mensen denken. Die denken dat het is als een soort van vernieuwd Fries festival. Maar Julia, nee, dat is even, niet. Even de woordvrouw van jou, gewone Fries. Nou ja, ik vraag me af waarom geen cultureel festival, waarom niet? Volgens mij ben ik wel voor een cultureel festival. Ja. Ik ben er zelfs heel sterk voor. Ik zou willen dat, met jouw voorzitter van wie, dat het Fries festival continueert wordt. Dat met name mooie dingen maken hier in Friesland. In de geest zat dat jeder gebeurd is. Maar het festival en maar simmer wat doen. Ja, maar jou dan eens in gewoon even. Maar wat om gaat is dat. Maar daar word ik steeds verwezen naar bijvoorbeeld een Alfstedentocht en een Simmertatoezen. Nou, de man die het eerste keer de Alfstedentocht riep, die ging net het idee van wat John Joris me nog steeds zei. Ik maak hier nog een sterk merk van, die man hoe die tocht uitrieden. Simmertatoezen is in leven zetten, toch een aantal mensen die het begeesteren weer, die het mooie ideeën hier, Griet van Dun, over die reunie, oren met oorideeën, kaskeilen met die marathon, et cetera. De overheid heeft uiteindelijk een zekere facilitering, maar uiteindelijk kwam het gewoon uit de meeste cells. En denk je het dan? Ja, maar je kind nou toch net wachten totdat die insight een Fries litten we culturele haatzet van. Dat is toch logisch dat nou een oerig is? Ik denk dat je van de overheid mag verwachten dat ze initiatief neemt. Dat heeft Jan de Wietske gedaan met de ambitie uit te willen stralen om de culturele hoofdstad 2018 te realiseren. Voor de stad Leeuwarden, wel te verstaan. En vervolgens zijn er een aantal mensen ingehuurd. Die zijn op pad gegaan langs allerlei steden, dorpen, et cetera, et cetera. Die hebben contacten gelegd met buurtcomité's en weet ik wat. Er zijn lunchbijeenkomsten georganiseerd, van alles en nog wat. Dat is allemaal erg onduidelijk geweest. Ik zou zeggen, er is nog één kans.
En die kans die moet beginnen met heel duidelijk te maken van waar je naartoe wil. Wat houdt nou culturele hoofdstad in? Is dat een eenmalig festival? Of is dat zoals dat in Essen is gebeurd in Duitsland? Die waren culturele hoofdstad en die hebben er een geweldig spektakel van gemaakt. Die hebben gewoon eens geïnventariseerd wat nou de harde infrastructuur op het gebied van cultuur nog ontbeerde. En dat is allemaal in het kader van die culturele hoofdstad gerealiseerd. Nou, dan kijken we even naar Leeuwarden. Als we het hebben over cultuur in Friesland, dan hebben we het al over Leeuwarden. Ja. We hebben het over de harmonie met een hele sterke positie. We hebben het over de Academie voor Popcultuur. We hebben het over mbo-opleiding op het gebied van media en pop. We hebben het over theater. We hebben het over straks een fantastisch nieuw museum. Sluit ik maar van Parijs. Ook dat. Maar dat is een zaak voor Leeuwarden. Daar wil ik het even nu niet over hebben. Vervolgens moet je constateren dat er op het gebied van die culturele infrastructuur nog een paar hiaten zijn. Gedoe rond Theater Romein, wel of niet een poppodium, poppodium Asterix. Leeuwarden moet gewoon een geweldig poppodium krijgen. De Blokhuispoort, daar worden ook vragen over gesteld. Wat moet dat nou precies worden? Nou, wat mij betreft een bedrijfsverzamelgebouw voor mensen die iets met cultuur van doen hebben. We hebben Zalen Schaaf, waar nog iets mee moet gebeuren. We hebben nog de Harmonie als cultureel kwartier, waar ideeën over zijn. Ja, er is nog genoeg. Als ik Leeuwarden was, als ik bestuurder van Leeuwarden was, zou ik zeggen van mevrouw de Vries, wij willen graag meewerken. Maar onze ambitie in 2018 is om al die harde infrastructuur elementen die een relatie hebben met cultuur, om die op orde te hebben. Als u die ambitie met ons wilt delen, dan zijn wij uw partij. En dan de festival te wijzen? Nou, de weg ernaartoe, dat kunnen een aantal festivalachtige elementen zijn. Maar vind je dat er? Een deel wel. Hè? Maar wat er nou gebeurt, is feitelijk dat Leeuwarden nog steeds aarzelt. Ik heb Fred Kroonen ongeveer toen in die zitting deze week bij het Steden. Ze steken er vooralsnog geen geld in. Ze hebben er geen geld voor. Ze zitten maar grote cultuurbezuinigingen. Jij wil Parnassus niet nemen, ik doe het wel. Tot maat. Jouw het niet zoeken. Of ze wel of net hier een maand was zullen. Tegelijkertijd wordt de steden vregen, de provincie vregen om er 1,2 miljoen in te steken. Ja. Dat is toch een padstelling? Ja, nee, dat is toch een waardeloze manier om het op te pakken? Nee, volgens mij is helemaal geen padstelling. Leeuwarden heeft al jarenlang een convenant met de provincie waaruit Leeuwarden extra geld kan putten uit provinciale fondsen. En als de ambitie van Leeuwarden is, wat ik net noemde, die harde infrastructuur op orde te willen brengen in het jaar 2018, dan weet ik zeker dat ze de provincie aan hun zijde vinden. En dan vervolgens zou ik zeggen, de weg ernaartoe. Dat moet je niet laten bedenken door mensen die elke maand een declaratienota sturen. Het verhaal afronden. Er zijn een aantal mensen die bewezen hebben in het verleden tot hele grote prestaties te kunnen komen. Ik noem er een paar. Ik noem Jostie, ik noem Griet van Dune, ik noem Theater, ik noem het Noord-Nederlands Orkest, de Harmonie. Zet die mensen bij elkaar in een hok op de Schelling een weekend. Ja. Laat zij het concept verder ontwikkelen. En ga dat subsidiëren. Ik zal ook nog even ingriepen, want u jaloeren zit erop. Nog één ding. Want we moeten nog naar de minuut vallen. Dat is schande dat hij er net komt. Heren, je kunt nog verder discussiëren. Wij praten nou over de minuut van. Want er is ook al die ronde voor in ons programma. Mensen mooi een oproep van. En deze keer zit in het publiek een man. Maar in hoe noist hem nou? Ik weet net waar je van binnen, maar... Ik ben van de dierenbescherming en vrijwilliger bij de dierenopvang de Wissel in Leeuwarden op het Kalverdietje. Ja, wat is dat reden dit weekend? Nou, in het weekend is de reden. Dat is een kerstmarkt, die is morgenmiddag op zaterdag 10 december dus van 2 tot 8. Heel veel activiteiten. Er is ook een heel enthousiaste groep mensen geweest die de zaak realiseerd heeft vandaag. Dus vandaag is de zaak opgebouwd en morgen gaat het dus los. Ja. En wat is dat reden verder? Kun je een hondje meenemen had je dat wel? Je kan een hondje meenemen. Er binnen dus rondleidingen. Er is ook een presentatie van de vogelopvang, van de dierenarts. Er is een draaiend rad. Er zijn wat demonstraties, ook over hondentraining en dergelijke dingen. Dus er is van alles te doen. Het is indoor, het is in een tent. Dus het is in het gebouw. Dus het is niet al te koud dan. Het kan een beetje hard waaien, maar daar hoef je niet zorgen over te maken. De tent ben verwarmd, dus dat komt wel goed. Hey, en als ik daar kom en ik wil wat ik maar dan vaak geld doneren, hè, dan gaat het om, wat gebeurt er met het geld? Nou, dat geld wordt allemaal inzet. De donor en collectant. Ik ben zelf ook collectant. Die wordt inzet voor de dieren, dus voor... Voor de dieren en voor de verzorging van de dieren en dergelijke. Nou, soort willen. Mooi, dankjewel hoor. Hey, ik wil nog even de dames. Even Jim, want iemand nog even flink zitten. En al jaloeren niks dien, dus zet hem op, Julia. Oké. Okay. Komt ie. Gaan we weer hupje. Er is toen muziek komen, Matten. Ja. En wij tochten. Had die meisjes zo lekker zitten. En ik vind het wel mooi vol, maar die vries. Lekker even een vette hap. Zie jongens een lekker vet hapje voor u? Moet je mij wat hè? Dit die vrouw, je mag zwitten. Hier nog hier. Lekker even.
altijd. Hey, dat maar net. Hey jongens, dit wie neet, ontnijden wie kevrijt. Zullen we even met die vrouwlies in? Zijn dan wat lekkers wollen? Doe maar, pak hem maar in. Dat is echt goed. Het is duo, Ieten. Kies je nou niks? Ah, hier. Nou, dit is het. Wat is dat mee, hè? Nee, hier doe ik hem zelf op. Wil je wat, hè?